zijn inmiddels alweer aardig opgeschoven in de tijd. De geplande aanvangstijd was 8:15. Nou, dat was niet helemaal, hebben we niet helemaal gehaald. 9:45. Ik hoop dat we met elkaar weer een goede vergadering kunnen hebben. En we gaan verder gaan met agenda punt 2. Dat is de vaststelling van de agenda. Kan die uw goedkeuring wegdragen? Ja, ik zie daar geen opmerking over. Uitstekend. Dan zijn we aangekomen bij agenda punt 3. Dat is het spreekrecht. En we hebben vanavond bij agenda punt 4 drie insprekers. Dat is de heer Veldhink, mevrouw Botter en mevrouw Bakhuis. Ik wil graag eerst het woord geven aan de heer Veldhink namens de stichting Stuwend Sipculo. Ik wil de heer Veldhink vragen om plaats te nemen achter het spreekgestoelte. En hij heeft 5 minuten de tijd. Ah, kijk, daar komt de heer Veldhink aan. Ik weet niet wat u meegekregen heeft, maar ik heb in ieder geval aangegeven dat u van harte welkom bent en 5 minuten. Ja, helemaal goed. Dank u. Goedenavond. Geachte leden van de raad. Mijn naam is Dinardus Veldhink. Ik sta hier als voorzitter van stichting Stuwend Sipculo. Een stichting die zowel stichting Klooster Sipculo, plaatselijk belang en werkgroep Klooster Wonen vertegenwoordigt. Ik spreek dan ook namens deze drie groepen. Een belangrijke lijfspreuk van de Cisterciënse monniken, stichters van het klooster Galileo Maior, dat is Porta Patet Cor Magis. Dat betekent, de deur staat open, het hart nog meer. Vanuit dat hart van veel Sipculoers komt het burgerinitiatief om de deur die in de lijfspreuk wordt genoemd op het kloosterterrein te realiseren. Waarom is bouwen op het kloosterterrein zo belangrijk voor ons dorp? De meerwaarde van het kloosterterrein is dat het de kern van Sipculo betreft. Op loopafstand van de winkels die we nog rijk zijn, de bushalte en de pinautomaat. Woningen op het kloosterterrein geven een impuls aan de leefomgeving, sterken het centrum en dragen hiermee bij aan de leefbaarheid van ons dorp. Ontsluiting van het gebied betekent tevens ontsluiting tot de nieuw aangelegde kloostertuin en fundamenten van het oude klooster. In de bouwplannen is ook aanleg van parkeerplaatsen voor regulering van bezoekersverkeer aan de kloostertuin en toekomstig museum meegenomen. Bouw op het kloosterterrein zorgt ook voor borging van de plannen van Stichting Klooster door sociale controle en de verwachte opbrengst van de gronden komt ten goede aan de plannen van Stichting Klooster die in de gebiedsvisie van plaatselijk belang en Stichting Klooster staan beschreven. Deze visie is een weldoordacht en samenhangend geheel gebaseerd op de rapportage van landschapsarchitect Greet Bierema de verborgen betekenis van Sipculo onthult, waarin woningbouw onlosmakelijk is verbonden met versterking van identiteit en leefbaarheid. De ontwikkeling van het kloosterterrein is een burgerinitiatief. Hier wordt reeds over gesproken in het boek Moderne Devoten in Monniksbij over klooster en congregatie van Sipculo, uitgegeven in 2007. Al van 2008 zijn we bezig met woningbouw op het kloosterterrein. Aanvankelijk voor zorgwoningen. Er werden gesprekken gevoerd met woningstichtingen en zorgorganisaties. De tijd haalde ons in. Maatschappelijke ontwikkelingen, u allen bekend, maakten dit onmogelijk. Later is een opzet gemaakt waarbij een laag prijs, bereikbaarheid voor jong en oud en uitstraling van het gebied een belangrijk uitgangspunt is. Op dit moment zitten bij de gegarandeerden 6 jongeren en 6 senioren, wat precies aansluit bij de uitgangspunten. Op informatieavonden worden de plannen in Sipculo enthousiast, toch met de nodige scepsis vangen. Eerst zien en dan geloven. Gesprekken tussen gemeente en stichting Klooster met betrekking tot woningbouw op het kloosterterrein, die lopen stroef. Met name planologische invulling van het gebied levert discussie. Ook eist de gemeente dat er aangetoond wordt dat er voldoende belangstelling is middels koopovereenkomst. In 2015 zijn meerdere inloopdagen geweest in Sipculo om de belangstelling in beeld te krijgen, waarna in oktober 2016 dit huis heeft ingestemd met uitwerking van de plannen. Diverse onderzoeken worden in overleg met provincie en gemeente uitgevoerd. De gevraagde koopovereenkomsten worden met de potentiële kopers gesloten. Van 2017 tot 2020 zijn ecologen 9 keer te plaatsen om ecologische onderzoeken te doen. Ten slotte wordt in 2018 het bestemmingsplan
voor het eerst in procedure gebracht en nu in maart 2020 hoopt Stichting Stewardship Pilot op vaststelling van het plan. Huidige stand met betrekking tot de verkoop van de woningbehoefte. Vanwege de lopende bestemmingsplanprocedure is er momenteel een verkoopstop tot aan de vaststelling van het bestemmingsplan. Van de 10 woningen zijn er momenteel nog 2 beschikbaar. Daar staat tegenover dat er zich 6 nieuwe kandidaten hebben gemeld voor de rijwoningen en 3 gegadigden zijn voor de vrijstaande woningen. U ziet veel belangstelling zonder dat het plan openbaar in de verkoop heeft gestaan. Tot slot wil ik nog even ingaan op bezwaren van de aanwonenden. Natuurlijk is het vervelend dat als het groen achter je woning weggehaald wordt, waardoor men zicht krijgt op de achterkant van de woning. Alle begrip. Persoonlijk had ik hetzelfde toen we nog aan de Grachtstraat woonden met grazende koeien achter het huis. Alleen de boerderij van de familie Huisman stond. Toen we bericht kregen dat er achter ons huis gebouwd ging worden, vonden we dat ook niet leuk. Maar het is een risico van wonen. In het schrijven van de aanwonenden van het kloosterterrein, wat door Sipklo is verspreid, wordt gesproken over 200 oude bomen. Ik heb ze niet geteld, maar toen ik samen met Roelie Sloot, die haar hele leven al aan de Kerkstraat woont, naar het gerooide terrein stond te kijken, zei ze dat het er net zo uitzag als toen ze klein was en daar speelde. Kunt u tot een afronding komen? Kunt u tot een afronding komen? Ik heb nog een klein stukje. Ik weet niet precies hoe oud Roelie is, maar dat betekent dat de term oude bomen met een flinke korrel zout moet worden genomen. Met de vraag welke wordt gesteld in het schrijven, wat wilt u? Herstel van dit mooie gebied door nieuwe aanplat of wilt u beton, stenen zonder doorgang waar ooit bos was, suggereren de aanwonenden dat hier een keuze gemaakt zou kunnen worden. Dat is niet zo. Het terrein is privébezit. De eigenaar mag binnen de grenzen van wet en regelgeving doen met het terrein wat zij wil. Aanwonenden zijn hierin verder geen partij. Toen de vorige eigenaar plotseling werd geconfronteerd met asbest achter de woning van de aanwonenden, heeft hij er zelfs over gedacht om het hele terrein af te zetten met een hekwerk zodat er niemand meer in kon. Had je ook niks aan kunnen doen als je dat van plan was geweest. In een van de bezwaren wordt gesproken over illegale kap. Dat willen we ten stelligste ontkennen. Er zijn uitgebreide gesprekken gevoerd met de provincie en dien ten gevolge is ontheffing verleend. Als goede buur is, ondanks dat het niet noodzakelijk was, de buurt voor startkap geïnformeerd. Ook blijft er een groenstrook van 10 meter achter de woning van de aanwonenden staan. Wie heeft dat nodig tegenwoordig achter zijn woning? Groen wat je geen geld kost en ook niet hoeft te onderhouden. Nog even ter info. Bij de kap is in samenspraak met de provincie en het ecologisch bureau voor een aanpak gekozen waarbij eventueel aanwezige dieren de tijd hadden om te vluchten. Ten slotte. Stichting Student Sipkilo, maar dan in plaats van belang als vertegenwoordiger van alle Sipkilo'ers, is zich bewust van de bezwaren van de aanwonenden. Maar is daarnaast heel erg blij met de nieuwe plannen van Sipkilo. In de afweging van belangen van aanwonenden en de belangen van de kopers, Stichting Klooster Sipkilo en Sipkilo als dorp, vragen wij u in te stemmen met voorliggende plannen. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage. Blijf nog even staan voor eventueel vragen van de andere kant van de raad. Ik kijk even rond. De heer Gelling. Alleen de heer Gelling. En mevrouw Mensing. De heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Meneer Veldhink, dank voor uw aanwezigheid en uw inspraakreactie. 1 vraag vanuit de VVD-zijde. U schreef eerder al dat de verwachte opbrengsten van de gronden ten goede komen aan de Stichting Klooster voor de kloosterterrein en de kloostertuin. Kunt u aangeven hoe transparant u daarin bent? Waar blijkt dat uit wat de opbrengsten zijn en hoe die ten goede komen? Wat de opbrengsten zijn, dat is een bedrag dat over de ton zit, denken we. En wat betreft de uitgaven daarin, er zijn verschillende plannen die gevat zijn in de visie, streekvisie die gemaakt is, die we graag ten uitvoer willen brengen. En daar hebben we wel ideeën over wat daar van de kosten zijn. Maar we hebben dat nog niet bij een aannemer neergelegd die zegt van dat het zo kost. Voorzitter, ik mag nog even verduidelijken een vraag erop, want dat begrijp ik. Maar ik bedoelde meer aan te geven, want er kan dus suggestie gewekt worden dat hier heel veel geld verdiend wordt. Hè? Dat hebben we gelezen. Dat hopen we. Ja, maar de vraag is eigenlijk, hè, want daar kun je heel lang over hebben, wat is veel en hoe. De vraag is eigenlijk, is die administratie transparant? Hè? Dus op het moment dat de gronden verkocht zijn,
Dan is er een administratie die overlegd kan worden waar het blijkt hoe, wat de opbrengsten zijn geweest en waar het goed aan kan. Ja, zeker. Dat is, de stichting is eigenaar van de grond en die heeft ook een administratieafdeling. Dank u wel. Ja. Mevrouw Mensing. Dank u wel, voorzitter. U geeft net aan, u bent ook een vertegenwoordiger van alle inwoners van Sipkelo. En u geeft daarbij aan dat de ontsluiting van het gebied best wel positief wordt benaderd, omdat het ook ontsluiting is voor onder andere de kloostertuin. Bent u ook bekend met wat meer kritische opmerkingen vanuit de inwoners? Zeker. Maar dat staat verder niet in uw brief, dus ik ben even benieuwd hoe u dat dan zeg maar, als vertegenwoordiger meeneemt in deze situatie. Dus ik heb deze brief besproken met de leden van plaatselijk belang die ook in de stichting Stuw en Sipkelo zitten. En die staan, zoals het is beschreven, achter de wat hier staat geschreven. Men is wel erg voorzichtig vanuit, dan moet ik even, ik zit zelf niet in plaatselijk belang, maar dan moet ik voor plaatselijk belang spreken. Men is wel heel voorzichtig als ze zeggen van, we hebben te maken met inwoners die problemen hebben met name de kap. En we hebben natuurlijk ook te maken met de bewoners die heel graag die woningen op het terrein willen, zodat ze daar kunnen gaan wonen. Zo staat een plaatselijk belang daarin. Voldoende, mevrouw Mensing? Ja, ik heb nog één andere vraag, want verderop geeft u ook aan dat de gesprekken inmiddels met de gemeente ook wat stroef verlopen op een aantal terreinen. Wat is daarvoor nodig om dat wat meer soepeler... Nee, dat is achter de rond. Dat was zo. Oh, prima. Dat is zo. Nee, dat helder. Is klaar. Ja. Oké, dan heeft de heer Orden dus geen vraag. Dank. Goed, dank u wel voor uw bijdrage nogmaals en u kunt weer plaatsnemen op de tribune. Dan wil ik graag het woord geven aan de tweede inspreker van vanavond. Dat is mevrouw Botter. Mevrouw Botter spreekt in namens de aanwonenden aan de Kerkstraat en de Grachtstraat. Aan u het woord, mevrouw Botter, en voor u geldt ook 5 minuten maximaal. Dank. Is ze? Ja. Ja? Nou doet hij het. Goedenavond, leden van de gemeenteraad, andere aanwezigen. Fijn dat we de gelegenheid krijgen om hier wat te zeggen namens de aanwonenden. Ik zou eigenlijk eerst eens een link willen maken met de sprekers die, doordat het allemaal een beetje uitliep vanavond, die we gehoord hebben over de windmolens. Vond ik eigenlijk wel een mooie brug. We hebben gehoord dat er duurzame energie opgewekt moet gaan worden. En een klein onderdeel van waarvoor wij hier zitten, dat is dat er dan in Sipkelo zomaar een heleboel bomen worden gekapt in onze achtertuin. En bomen nemen CO2 op. Dus dat vond ik wel even, ik denk van, oh ja, hoe zijn we dan bezig, hoe kritisch zijn we en hoe gaan we nou eigenlijk met ons leefmilieu om? Een andere is dat meneer Veltink zojuist zei dat hij namens alle inwoners van Sipkelo sprak. Dat is niet helemaal zo, want als dat zo zou zijn, zou ik hier niet staan. En ik woon ook in Sipkelo. Dus goed, met mij vele anderen ook. Ik zal proberen om dat in de komende minuten duidelijk te maken. Meer dan 750 jaar geleden werd besloten om een klooster te stichten in Sipkelo. Daarmee werd Sipkelo op de kaart gezet. Toen het klooster in verval raakte en de monniken verdwenen, werd de kerk de eigenaar van de gronden. Zo'n 20 jaar geleden was er behoefte aan geld bij de Rooms-Katholieke Kerk in Geerdijk, Vroomshoop. En het kloosterterrein werd verpatst. De heer Dorrestein kon het voor niet al te veel guldens kopen. De gemeente verzekerde destijds plaatselijk belang dat het bestemmingsplan nooit gewijzigd zou kunnen worden. Dat de grond dus zakelijk gezien geen enkele waarde had. Het ging om een grond met een cultuurhistorische bestemming. In de loop van het eerste decennium van deze eeuw ontstond een plan om, geheel in stijl van de monniken en de kerk, waar naast de liefde en zorg voor elkaar hoog in het vaandel staan, woningen te bouwen, geschikt voor de ouder wordende inwoners van Sipkelo en andere mensen die op enigerlei wijze zorgbehoeftig waren. Een mooi plan, dat weliswaar een deel van het terrein zou betreffen, maar er zou nog voldoende groen overblijven. Enkele beschermde diersoorten zouden een deel van hun leefgebied mogelijk moeten verleggen, maar de schade leek zeker in vergelijking met de huidige plannen beperkt te blijven. Het plan heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van wonen met zorg tot een kleinschalige woningbouw met vooral starterswoningen en enkele luxere woningen tot het huidige plan, waar niet meer van starterswoningen gesproken kan worden, geschikt voor de jongeren in Sipkelo, maar waar de woningen steeds kleiner en duurder worden. Met nu als extra kosten plotseling nog het gasloze bouwen.
Waarbij wij ons afvroegen hoe het zo kan zijn dat in deze tijd van duurzaamheid, waar we het dus al over hadden vanavond in de huidige tijd, dat niet al veel eerder in de plannen is meegenomen. In die gehele periode, dus vanaf het begin van de ontwikkeling van de plannen, lag er aan de gemeenteweg in Sipilo bouwrijpe grond. Die is in het verleden al aangekocht door de gemeente. En daar konden voldoende woningen gebouwd worden die ook nog eens voldeden aan de behoefte die er in het verleden in het dorp altijd geweest is. Namelijk woningbouw in de vrije sector. In een behoeftenpeiling in 2011-2012 bleek dat er evenveel behoefte was aan woningen aan de gemeenteweg. Daar wilden vooral de jongeren wonen. Veel mensen in Sipilo die willen graag zelf ook zelf bouwen of samen bouwen. Dus evenveel aan de gemeenteweg als aan het wonen op het kloosterterrein. Daar ging de voorkeur van een heleboel senioren vooral naar uit. Ook mensen die hun wortels in Sipilo hebben en die ook graag in Sipilo oud willen worden, wat op zich heel erg begrijpelijk is. Doordat echter het kloosterwonenplan sterk werd gepromoot, onder andere hier in de gemeente, in de gemeenteraad, bij betrokken wethouders, raakte de andere mogelijkheid blijkbaar uit beeld. Hoe kan dat nu toch gebeuren dat er in een dorp als Sipilo allemaal mensen van buiten het dorp plotseling zoveel belangstelling hebben om juist op dat terrein natuur te vernietigen en huizen te bouwen? Wat zijn de beweegredenen? Hoe is het mogelijk dat deze mensen via ondoorzichtige procedures, zonder op enig moment ons als aanwonenden, voor wie het plan ingrijpende gevolgen heeft, mee te nemen in de plannen? Hoe kan het dat deze mensen het voor elkaar hebben gekregen dat wij hier nu moeten staan? Nou, we zitten hier bijna tegenover elkaar. Gelukkig is dat op straat niet zo en was dat net ook in de pauze niet zo. Maar zo lijkt het nu wel een beetje. En dat is wel het gevoel wat wij soms hebben. En dat is erg naar. In elk geval heeft het kloosterwonen tot de weinig verheven situatie geleid dat er een tweespalt in het dorp is ontstaan. Mensen zijn voor, tegen of vinden, nu het zichtbaar wordt, hoeveel natuur is opgeofferd en hoe wonen in het groen is verworden tot iets van wonen tegenover de begraafplaats, dat toch wel erg jammer. Als aanwonenden van Kerkstraat en Grachtstraat, met achtertuinen die het voor kort aan de bosrand grensden, voor ons wel de bosrand, dus hoe het terrein 40 jaar geleden was, weten de meeste van ons niet. Dus voor ons was het bosrand en om die reden hebben veel mensen ook uiteindelijk die woning gekocht. Begrijpen we niet hoe al voordat het bestemmingsplan is gewijzigd, de bomen zijn gekapt op een zodanig rigoureuze wijze dat er geen sprake meer is van een groenstrook, waar meneer Velting zojuist over sprak, van 10 meter op de meeste plaatsen. En zeker voor een deel van het terrein geldt mede daarom dat de kap illegaal is geweest. Als inwoners van Sipilo begrijpen we niet hoe het gemeentebestuur mee heeft kunnen gaan in al deze plannen. De vraag dient zich aan hoe onpartijdig de gemeente zich hierin heeft opgesteld. Hoe is het mogelijk dat er zonder dat het in de openbaarheid is gebracht, plotseling is besloten om voorlopig niet te bouwen aan de gemeenteweg? De meeste huizen in het kloosterplan zijn gekocht door senioren, die overigens eenmaal onze buren van harte welkom zullen zijn. Daar gaat het helemaal niet om. Mevrouw, ja, wilt u tot een aflevering? Heel graag. Terwijl het voor de leefbaarheid van het dorp belangrijk is dat er voor en door jongeren gebouwd gaat worden. Er zijn er al 13 jaar lang geen betaalbare kavels uitgegeven in het dorp, terwijl de grond er wel lag aan de gemeenteweg. En veel jongeren zijn om die reden weggetrokken. Dat heeft gevolgen voor de toekomst van school, sportverenigingen en alles wat we nodig hebben om het dorp leefbaar te houden. In april 2018 verscheen de eerste inspraakmogelijkheid. Pas nu, 2 jaar later, staan we hier om onze stem te laten horen. Wat heeft gemaakt dat deze procedures nog eens weer 2 jaar in beslag hebben genomen? Welke belangen spelen hier? En ook voor de mensen die een voorlopig koopcontract hebben getekend. Al meer dan 3 jaar geleden duurt dit allemaal veel te lang. De hele situatie roept bij ons veel vragen op, te meer omdat we ook bij de provincie geen gehoor vinden. Volgens een exploitatiebegroting uit 2016 zal er na de aftrek van de kosten, misschien ook antwoord op uw vraag, meneer Gelling, €114.000 overblijven voor ontwikkeling van het voormalig kloosterterrein. En de vraag is wat daar nu, 4 jaar later, uiteindelijk nog van overblijft. En dan rijst de vraag of dat geld opweegt tegen vernietiging van natuur, tweedeling in het dorp, inspanning en frustratie van velen.
Hubert Humphrey, een voormalig democratisch politicus en vicepresident, zei ooit: het recht om gehoord te worden sluit niet automatisch het recht in om serieus genomen te worden. Wij denken dat de mooiste vorm van respect is luisteren naar wat de anderen zeggen en dat serieus nemen. Dank u. Dank u wel voor uw bijdrage. Blijf nog even staan voor mogelijke vragen. Ik kijk even rond. Ik begin bij mevrouw Kloekhorst, mevrouw Kelder en daarna maak ik het rondje zo ver af. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Botter, u geeft in uw betoog aan dat de plannen voor de gemeenteweg eerst zei van ga niet door en daarna uitgesteld. Dus bij mij ook wat verwarring ontstaan toen ik de stukken las. Sommige brieven en zienswijzen zeggen het gaat niet meer door, terwijl de reactie is het gaat wel door. Ik hoor u ook twee dingen zeggen. Het is uitgesteld. Of er is wat verwarring bij mij in ieder geval. Er is volgens mij in 2016 is er een raadsbesluit geweest waarin besloten is dat er 10 woningen gebouwd zouden worden op het kloosterterrein en 4 aan de gemeenteweg. Daarna heb ik geen raadstukken meer kunnen vinden waarin anders besloten is. Of hebben wij dat niet kunnen vinden. Maar in elk geval is daar op zeker moment blijkbaar van afgeweken. Officieel is het in mijn beleving dan nog steeds zo dat er ook 4 woningen aan de gemeenteweg gebouwd moeten gaan worden. En het is mij niet duidelijk waarom dat dus al 13 jaar vertraging heeft moeten hebben. Het is ook mijn beleving dat er dus nog steeds woningen gebouwd worden. Ja, de mijne ook. En dan vraag ik mij af, waarom zijn er die niet? Want ik weet dat de mensen wegtrekken uit het dorp. Nee, oké. Maar dan ga ik het portefeuillehouder ook even vragen. Dank u. Prima, ik wilde het net voorstellen. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag willen weten voor hoeveel aanwonenden jij spreekt. In elk geval de mensen zoals we daar zitten. Oké. Dankjewel. Wij zijn de mensen, de aanwonenden, en daar willen wij ons ook, hebben wij ons dat ook toe willen beperken voor nu. Ja. De aanwonenden, dat zijn de mensen van wie de achtertuin grenst aan het betreffende terrein. Dus wij zijn direct. En is die achtertuin je eigen grond? Of ja. Is dat de achtertuin ook van... de achtertuin is de eigen grond. En er zou een groenzone van 10 meter blijven, maar die is achter de meeste woningen niet gehandhaafd. Niet gehandhaafd? Nee. Hoe ziet dat er nu uit? Eén boompje. Ergens 10 meter. Wat is dit? Wat is deze afstand ongeveer? Is dit 10 meter? Ik heb geen timmermans oog, maar is dit... en dan moet u zich voorstellen dat er in zo'n afstand dat daar ergens nog een verdwaald boompje staat. En verder geen groen? Nee. Alles is weggehaald. Alles dus is weg. Okay. Voldoende duidelijk, mevrouw Kelder? Dat is voldoende duidelijk. Okay. Maar is dat het grootste punt die ze hebt tegen? Dat is één van de grote punten. Een ander groot punt is dat wij als aanwonenden totaal niet zijn meegenomen in het hele proces. Dus daar zijn nogal wat hiaten in geweest. En een ander, vind ik heel belangrijk punt, dat is dus dat er al die 13 jaar, doordat dit plan voortdurend alle nadruk heeft gekregen, is er al 13 jaar geen nieuwe woning in Sipkilo gebouwd voor de mensen die daar wel behoefte aan hebben. Voor de jongeren die in het dorp willen blijven en die we nodig hebben in het dorp. En dat vind ik denk ik het meest kwalijke van alles. En dat neem ik ook de gemeente kwalijk. Ja, enigszins. Maar ik wil even weten hoe de communicatie nu is. Niet. Helemaal niks. Tekenend. We hebben op vrijdag 31 januari om 3:00 middags hebben wij als aanwonenden een schrijven in de brievenbus gehad dat op maandagochtend er zou begonnen worden met de kap van de bomen. Zonder dat deze bijeenkomst zoals we die hier nu hebben geweest is. Zonder dat wij dus in de gelegenheid zijn geweest om enige actie te ondernemen. Zonder dat, zo communiceer je niet met elkaar als buren. Als buren zeg je nu, maar heb je hierover ook nog contact met de gemeente gehad? Ja, wij hebben dus naar aanleiding daarvan is er gebeld met de gemeente. Er is gebeld met, er zijn verschillende acties ondernomen. Er is nauw contact gehad geweest met meneer Sauer daarover. Verschillende mailwisseling, dus daar is wel intensief contact over geweest, ja. Ja. Voldoende zo, mevrouw Kelder. Okay. De heer Gelling. Mevrouw Botter, u ook dank voor uw aanwezigheid en inspreken. Een paar dingen dat er hier in uw beleving in ieder geval heel veel fout gegaan is, dat is duidelijk.
Laat ik onderschrijven dat het ook heel vervelend is als, als mensen wegtrekken, jongeren met name vanwege het ontbreken van mogelijkheden om te wonen. En wat ik heel ernstig vind is dat u zich niet serieus genomen voelt, hè, want dat zegt u heel duidelijk. Dat is natuurlijk heel vervelend. Overigens is er natuurlijk wel een aantal momenten geweest hier waarop wel besluiten genomen zijn. Hè. Daar, ik was erbij in 2016, is het anders dan u net zei, was het niet zo dat het bestuur deze volgorde wilde, eerst Kloosterterrein, dan Gemeenteweg. Het was juist de gemeenteraad die heeft gezegd, of voordracht van betrokkenen toen de tijd, van eerst het Kloosterterrein en dan de Gemeenteweg. Hè. Dus dat is ook wat hier nu voor ligt. Dus die verantwoordelijkheid ligt echt volstrekt hier bij de raad. En in ieder geval, ik zou die graag willen nemen. Maar neem niet weg dat de communicatie in ieder geval daarin wel ernstig tekortgeschoten is. In ieder geval van u betreft. En dat is heel spijtig. Te meer omdat er dus veel besluitmomenten zijn geweest. Waarop u overigens van harte welkom was geweest ook hier in de raad om daar dingen over te vertellen. En u wel degelijk serieus zou worden genomen. Dus dat is heel vervelend. Het is ook heel vervelend om te constateren dat de betrokkenen in een gemeenschap tegenover elkaar worden gesteld door eigenlijk plannen die, kan ik met de hand op mijn hart zeggen, heel goed bedoeld zijn. Hè? Dat we juist dachten een bijdrage te kunnen leveren. Dus de vraag nu is, ja, kan er nu nog iets gebeuren om met u in ieder geval in een goede communicatieve verhouding te staan, dat u weer een wat positief gevoel krijgt ter zake de ontwikkelingen zoals die hiervoor liggen? We zouden graag op de hoogte gehouden willen zijn in het verleden. En voor nu denk ik dat, ook zoals we hier bij elkaar zitten, dat heel veel dingen wel duidelijk zijn. Maar blijft voor mij nog steeds het punt dat er door veel mensen die wel ook in het dorp willen blijven, geen eigen woningen gebouwd kunnen worden. Dus dat blijf ik een heel naar punt ook vinden. Echt die 13 jaar waarin er niet gebouwd is, stelt u zich dat voor een kleine gemeenschap als Cipilo. Dat blijf ik heel ernstig vinden. En wij hebben niet kunnen achterhalen waar de vertraging in het hele proces heeft gezeten. Dat hebben wij niet kunnen achterhalen. Heeft dat bij de gemeenteraad, bij het gemeentebestuur gezeten? Heeft dat bij de heer Dorrestein gezeten? Wij weten het niet, maar we vinden het wel heel kwalijk. Graag korte reactie. Want hele korte. Ik denk uw eerste punt, denk ik, dat is heel fijn. Dat u zegt, van, nou, wij zouden wel graag op de hoogte willen worden gehouden. Dat zal ook vast kunnen gebeuren, maar dan zullen we zo de portefeuillehouder vragen. Wat ik ook heel prettig vind om te horen van u, is dat u eigenlijk zegt, van, ja, het algemene belang van onze gemeenschap gaat ons voor. Hè. Wij willen juist in gesprek, en dat kan de wethouder denk ik zo meteen ook wel wat dingen over zeggen. Dus ik hoop echt dat het gesprek wat hier zometeen gaat plaatsvinden, in ieder geval voor u een bijdrage gaat leveren om op termijn weer wat positiever te kijken tegen de ontwikkelingen die hiervoor liggen dan. Dank u wel. Dank u wel, Gelling. Mevrouw Menting. Ja, dank u wel, mevrouw Botter. Het is helder wat u probeert aan te geven. Een aantal vragen zullen we ook meenemen richting de portefeuillehouder. Ik heb zelf nog één specifieke vraag. U gaf net aan dat voor jongeren er nu vrijwel geen aanbod meer is qua wonen, hè, nog geen nieuw aanbod. We hebben ook begrepen uit andere informatie dat 50% van de geïnteresseerden, CQ-kopers van de nieuwe woningen, toch jongeren betreft. Verbaast u dat of bent u daarvan op de hoogte? Nee, dat verbaast mij. Ja? Ja, want ik heb in het verleden, ik heb andere geluiden gehoord en ik, nou ja, goed, dat... Ook, ik ben in het dorp wel op verschillende van de bijeenkomsten geweest. En ik weet dat daar op een gegeven moment de belangstelling wel 50-50 was. En dan toch met name de jongeren voor het bouwen aan de Gemeenteweg. Wij vinden het heel belangrijk dat voor jeugd ook voldoende woningen op voorraad blijven. Wat is daar verder nog voor nodig? Even aannemend dat zeg maar, een deel toch ook jeugd is wat geïnteresseerd is. Kunt u daar nog iets over zeggen? Ja, dus dat er ook aan de Gemeenteweg vooral op korte termijn, liefst een hele korte termijn gebouwd kan gaan worden. Okay, en vooral ook dat bewoners van het dorp belangstellen dat daar ook duidelijkheid over komt. Want daar is nu ook al heel erg lang onduidelijkheid. En dat heeft ertoe geleid dat mensen wel zijn weggegaan en elders woningen hebben gekocht. Dankjewel. Ja. Goed, voldoende zo. Ik kijk nog even verder rond of er nog vragen zijn. Ten de ChristenUnie is dat niet het geval. Daarmee zijn de vragen beantwoord. Dank u wel voor uw bijdrage. En u kunt weer teruggaan naar de publieke tribune. Dan zijn we aangekomen bij de derde spreker voor vanavond. En dat is mevrouw Bakhuis. En zij spreekt in namens potentiële kopers van woningen aan het Kloosterterrein. Mag ik u naar voren vragen, mevrouw Bakhuis? Naar de andere kant. Neemt u plaats achter het spreekstoel. De microfoon staat nog aan en ook voor u geldt 5 minuten. Dank u wel, voorzitter. Beste aanwezigen en beste leden van de gemeenteraad. Johan Klemme heeft 6 eeuwen geleden Cipkelo zien liggen op een reis van klooster tot klooster.
Hij droomde hier God beter te kunnen dienen dan waar ook ter wereld. Met zijn broeders werkten ze zwijgend en volhardend. Het klooster dat ze bouwden werd geroemd om de ijver, tucht en rijkdom. Het kreeg de naam Groot Galilea. In de weimaand van het jaar 1406 werd de kapel met zijn drie altaren en zijn kerk plechtig ingewijd. Toen was er in de wildernis een kleine tuin gods ontstaan. Wat een historie, wat een rijke geschiedenis voor ons kleine dorp. U weet dat een groep gedreven dorpsbewoners dit verleden weer zichtbaar wil maken. De tuin heeft inmiddels weer zijn oorspronkelijke plek gekregen. Nu het vervolg, waarbij de contouren van de kapel weer moet herrijzen. Om dit mogelijk te maken is er enthousiasme, doorzettingsvermogen en kapitaal nodig. Dit laatste wordt mede verkregen door de realisatie van een kleine hof met 14 woningen. Wat een kans! Wij als toekomstige bewoners wachten al jarenlang op de uitvoering hiervan. In 2017 hebben wij daar al koopovereenkomsten voor getekend. Nu is het dan zover. Nu is het moment waarop u als gemeenteraad het bestemmingsplan gaat vaststellen. Het moment wanneer eindelijk gestart kan worden met de bouw. En hierdoor ook met het realiseren van woningen elders in het dorp. Immers, in het raadsbesluit van 25 oktober 2016 heeft uw raad het college al opdracht gegeven een scenario uit te werken over de woningbouw in Sipculo. Er werd daarbij gekozen voor een eerste fase van woningbouw op het kloosterterrein. En, als dit zou doorgaan, woningen te realiseren aan de gemeenteweg. Een dubbel perspectief op woningbouw. Wij zijn blij en trots dat op het kloosterterrein deze particuliere grond beschikbaar komt voor zowel het herstel van ons cultuur-historisch erfgoed als voor het wonen aan de Monnikshof. Het zal de leefbaarheid en de levendigheid van onze kleine kern vergroten. Het zet Sipculo stevig op de kaart. En net als Johan Klemme, die het land lief had, en de mensen van het Veen, zullen wij in harmonie leven met de natuur, met elkaar en met de buren die ons omringen. Wij zijn er zeker van dat dit gaat lukken. Dank u wel voor uw bijdrage. Ik kijk weer rond of er vragen zijn. En dat is niet het geval. Dank u wel. U kunt ook weer plaatsnemen op de publieke tribune. Dan zijn wij aangekomen bij het volgende agendapunt. Agendapunt 4, vaststelling van bestemmingsplan Sipculo woningbouw kloosterterrein te Sipculo. Ik kijk even rond wie ik daarvoor het woord mag geven. De heer, ik heb de naam kwijt, is toch ook wat, Schuurman. De heer Schuurman, mevrouw Kloekhorst, mevrouw Kelder. De heer Rodemond. De heer Gelling, wilt u nog iets zeggen? Ja, de heer Jager, mevrouw Mensing. En de heer Oring. En ik begin met de heer Oring. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in het verleden, vanaf 2016, zijn we als raad intensief betrokken geweest bij de planvorming rondom het kloosterwonen. En ik kan me nog destijds nog goed de nodige gesprekken en wandelingen in het gebied herinneren. En destijds hebben wij als raad dit burgerinitiatief vanuit de samenleving omarmd. Op 25 oktober 2016 is door de gemeenteraad besloten om de mogelijkheid te bouwen op het terrein nabij het voormalige klooster te faciliteren. Voorzitter, dan zijn we nu anno 2020 en ligt nu oriënterend de bestemmingsplan Sipculo woningbouw kloosterterrein voor. En dan kom ik bij mijn vraag en eigenlijk ook wel misschien wel bij mijn zorg. En dat is dan toch weer de communicatie. Hè? Ook hier hebben we weer te maken met insprekers die toch de nodige zorgen hebben gehad. De communicatie die als stroef werd ervaren, of je nu voorstander was van het wonen of zelfs zeg maar zienswijzen had ingediend of tegenstander. En ik ben wel even benieuwd of de wethouder een toelichting kan geven hoe de
inwoners van zeg maar Sipkelo zijn meegenomen en met name ook in de laatste periode. Want ik vind het wel jammer dat er in die zin ogenschijnlijk van een soort van tweedeling sprake lijkt te zijn. Dus ik ben erg benieuwd of de wethouder daar ons in mee kan nemen wat er gebeurd is. En aanvullend heb ik ook een vraag naar aanleiding van zeg maar sprake van mogelijke vertraging van bouwen aan de gemeenteweg. Maar wat zijn ook de mogelijkheden nu concreet? Ik las ook in de zienswijze en ook in de reactie vanuit het college dat er met de plaatselijke belangen gesproken wordt om ook zeg maar bouw aan de gemeenteweg te faciliteren. Ik ben ook benieuwd wat zeg maar voor starters, voor misschien wel jonge onderbouwers in Sipkelo mogelijkheden zijn buiten het kloosterterrein om daar te gaan bouwen. Dat was mijn eerste bijstelling. Helder, dank u wel. Mevrouw Mensing. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kijken ook met veel plezier terug op het raadsuitje wat we hebben gehad in Sipkelo. En ik hoor het ook een beetje terug in de teksten van de mensen. Wij waren ook best wel onder de indruk van wat er allemaal te zien is aan cultuur, historische waarden en zoveel meer. Maar toch een aantal vragen. Wat wij met name belangrijk vinden is toch wel dat gemixte woningaanbod. Bijvoorbeeld kleinschalig wonen met zorg, dat is toch ook wel iets wat in iedere kern speelt en waar mogelijk wat meer aandacht voor moet komen, ook in deze planvorming of in ieder geval het vervolg daarop. En toch ook de vraag hoe de portefeuillehouder kijkt naar de vraag vanuit de starters. De jeugd heeft de toekomst, dus wij vinden het erg belangrijk dat daar voldoende aandacht aan is. En mijn vraag daarbij is, kan de portefeuillehouder ook aangeven hoe en bijvoorbeeld ook wanneer daar aandacht of opnieuw invulling aan wordt gegeven? De tweede vraag die heeft even betrekking op de wijze van ontsluiting. Ik weet uit de stukken dat met zorgvuldigheid in beeld is gebracht. En toch geven omwonenden nog aan en ook anderen vanuit het dorp niet geheel tevreden te zijn. In hoeverre geeft de portefeuillehouder nog ruimte om toch deze mensen mee te nemen in deze planvorming om wel tot het meest optimale plan van ontsluiting te komen? En vraag 3 gaat eventjes over de bomenkap. Iedereen spreekt zich al uit dat het groen natuurlijk zeer gewaardeerd wordt in de wijk en in heel Sipkelo. Maar wat voor ons heel erg van belang is, aan de ene kant wordt er gesuggereerd, lees ik dat bijvoorbeeld in de krant, illegaal en zonder respect voor de natuur. Nou, daar herken ik niet de intentie in van bijvoorbeeld onze eigen gemeente. Anderzijds wordt er ook wel gezegd van ja, ecologische bureaus zijn daar veelvuldig geweest. De provincie is goed betrokken, dus ik wil heel graag een toelichting van de portefeuillehouder op deze twee uitersten. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Schuurman. Ja, de tweede keer gaat het goed, meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er wordt nu gesteld, er wordt niet gekeken naar starters en naar kleine wooneenheden. Naar mijn idee is het toch zo dat het in het woningbouwprogramma hier wel het nodige over opgenomen. Alleen er staat niet bij wanneer. Ik zou graag willen weten van wanneer begint die bouw. Dan heb ik nog een vraag. Ik heb een technische vraag gesteld of de nieuwe woningen gasloos worden gebouwd. Er werd gezegd ja. Maar worden nu wel loze leidingen aangelegd? We hebben straks gehoord dat er biogas komt. En dat zou jammer zijn als je dan meteen zo'n nieuwe woning weer helemaal opnieuw moet beginnen met een leiding. Laatst is het wat een technische vraag, dus ik weet niet of de portefeuille die ook nu al kan beantwoorden. Maar we geven er niet wel mee en dan laat even de afweging bij de portefeuille. Prima. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. In het verlengde ook van de vragen die onder andere de fractie van de ChristenUnie heeft gesteld. Even wat duidelijkheid van de portefeuillehouder over het wel of niet bouwen aan de gemeenteweg. Want volgens mij is het zo dat daar gebouwd kan worden. Maar er zijn ook een aantal zienswijzen, brieven en ook in de inspraak is wat verwarring. Is daar nu wel mogelijkheid om te bouwen of niet? Dus dat zou ik graag nog even van de portefeuillehouder willen horen. Door bewoners is ook aandacht gevraagd voor toegankelijkheid van het terrein. En niet alleen de Partij van de Arbeid, maar raadsbreed hebben wij gezegd, we hechten enorme waarde aan het VN-verdrag. Die gemeenten onder andere verplicht om ervaringsdeskundigheid in te zetten op dit onderwerp. In de beantwoording wordt gesteld dat de inrichting zodanig zal zijn dat deze geschikt is voor ouderen en gehandicapten. We vinden dit wat een summiere uitleg. Zouden graag willen weten of er inderdaad ervaringsdeskundigen worden ingezet of dat plannen, tekeningen, voornamelijk gericht op de openbare ruimte uiteraard,
zijn voorgelegd aan ervaringsdeskundigen. Maar ook aan het natuur-inclusief bouwen is wat ons betreft meer aandacht besteed. Wordt het versterken van de biodiversiteit bijvoorbeeld gedacht aan groene daken, groene verlichting? Of wordt er met omwonenden en toekomstige bewoners hierover nagedacht? Gezien de diverse zienswijzes en brieven over dit onderwerp lijkt er veel ecologische kennis aanwezig in de directe omgeving. En ik zou daar graag nog een reactie op willen hebben. Dank u wel. Dank u wel. We hebben op dit moment wat problemen met het volgen van de camera. Dus als u aan het woord bent, wil het wel zijn dat u op de vorige spreker is blijven hangen. Dus als dat wat verwarring oplevert, dan merken we dat vanzelf. Ik zal nu in ieder geval proberen om zelf technisch wat op een knopje te duwen, zodat alles even gereset wordt. Maar het kan zijn dat u even onderbroken wordt dan in uw spreken als ik u het woord geef. Dan ga ik nu naar de heer Jager. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie kan niet instemmen met de vaststelling van het bestemmingsplan Sipilo woningbouw Kloosterterrein en wel om de volgende redenen. Ten eerste zijn we teleurgesteld en verrast over het feit dat de provincie Overijssel een kapvergunning heeft verleend en inmiddels 300 bomen zijn gekapt voor het bouwen van de woningen waarvan onze gemeenteraad het bestemmingsplan nu nog moet vaststellen. Dit zorgt voor een oneerlijk uitgangspunt, waardoor de ecologische waarden van het gebied dat wij trachten te beschermen al vernietigd zijn. Het voormalige bos was erg geliefd onder de inwoners en bezoekers van Sipilo, een absolute meerwaarde voor dit dorp, gezien vrijwel alle andere niet bebouwde omgeving rond Sipilo in gebruik is voor met name landbouwdoeleinden of zandafgravingen. Juridisch zal dit allemaal kloppen, maar ik benadruk nogmaals dat dit niet is uit te leggen dat het gebied is ontgonnen nog voor wij het bestemmingsplan hebben vastgesteld. Kan de wethouder uitleggen wat er zou gebeuren als de gemeenteraad over 2 weken geen akkoord geeft voor dit bestemmingsplan? Op 25 oktober 2016 heeft deze gemeenteraad en ook onze fractie opdracht gegeven voor het verkennen van de mogelijkheden tot het realiseren van 9 woningen op deze locatie, mits de behoefte wordt aangetoond. Inmiddels is dit aantal woningkavels in het bestemmingsplan opgelopen tot 14 en is bekend dat Sipilo behoefte heeft aan starterswoningen om voornamelijk jongeren in het dorp te behouden of aan te trekken. Nu is het 1 ding om die behoefte aan te tonen, maar het is dan natuurlijk wel vereist dat deze doelgroep ook wordt bereikt. Afgaande op de zienswijze, de ingekomen brief van een omwonende en de verdere geluiden uit de maatschappij, moeten wij concluderen dat het niet is gebeurd. De woningen zullen volgens de geruchten voornamelijk worden bewoond door vermogende 50-plussers. We gaan natuurlijk niet graag af op geruchten, maar en zijn daarom benieuwd waarom het bouwplan van Stichting Stuwend Sipilo niet bij de raadsinformatie over dit onderwerp zit. Ik wil de portefeuillehouder daarom vragen dit bouwplan alsnog aan onze fractie toe te zenden, of dit kan, zodat we kunnen beoordelen of het woningaanbod aansluit op de behoefte in Sipilo. We krijgen het idee dat maximaal profijt maken van deze woningbouwplannen voorrang heeft gekregen op het bedienen van de behoeften. De woningen zitten boven de prijskategorie statuswoningen. Dit gegeven kan niet uitgeruild worden met woningen elders in het dorp, simpelweg omdat de opdracht van de gemeente in 2016 luidde 9 woningen te plaatsen op deze locatie die voldoen aan de behoeftes. Ten slotte is onze fractie het niet eens met de activiteiten van Stichting Klooster Sipilo. Wij vinden het verkopen van gronden voor woningbouw geen zins een activiteit voor een stichting, eerder voor een vastgoedondernemer. Dat daarmee een nieuw monument kan worden bekostigd, doet niets af aan het feit dat stichtingen geen winst mogen maken en niet als commerciële partijen mogen opereren. Het verwoesten van een bos en het uitruilen voor een stalen monument geeft ons inziens geen impuls voor het gebied, maar eerder een achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit van het kloosterterrein. Een ander gevolg van de grondverkoop door de Stichting Klooster is de enorme tegenstelling onder dorpsbewoners. Hoe denkt de wethouder de wrijving in het dorp weg te nemen? Tot zover onze mening op dit onderwerp voor nu. Dank u wel, meneer Jager. U heeft een hele trits aan toch wel technische vragen gesteld, ook echt om informatie gevraagd. Ik wil u adviseren om dat in het vervolg voor de oriënterende ronde te doen en hier louter politieke vragen te stellen. Ik wil u alvast wel bedanken voor uw vroegtijdige stemverklaring. Dan hebben we die ook allemaal vast weer binnen voor de raadsvergadering van over 14 dagen. Dan zou ik nu graag het woord willen geven aan de heer Rodemond. Voorzitter, ik kan het kort houden omdat de vragen die ik had op dit punt zijn gesteld. Ik zal nog even onderstrepen waar dat over ging. Hoe zijn de omwonenden meegenomen in het proces en hoe worden ze, dat is nog belangrijker, meegenomen in het vervolg van dit hele verhaal?
De vragen die werden gesteld, onder andere door de heer Odink, maar ook door mevrouw Kloekhorst over het ook nog bouwen op andere locaties in Sipkelo, met name voor starters, vinden wij wel een interessant punt om daar een reactie op te horen. En het behoud of het verlies van het groen in het dorp, daar ook graag een reactie op. Dank u wel. Dan ga ik nu naar mevrouw Kelder. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook niet zoveel vragen meer. Alleen de aandacht over die communicatie, hoe dat nu verder gaat, hoe de wethouder dat ziet in zijn beleving in dit proces. En dan de woningen aan de gemeenteweg. Van hoe zit het daarmee en hoe staat dat in verhouding met het kloosterterrein? Dank u wel. En volgens mij heb ik dan alleen nog de heer Gelling. De heer Gelling, voor u ook nog de mogelijkheid om een vraag te stellen. Voorzitter, dank u wel. Ik kan bijna volstaan met de opmerking dat wij in deze fase zouden kunnen volstaan met aansluiting zoeken bij de vorige fracties. Maar niet dat ik het aanleggen van loze leidingen zoals 50PLUS dat initieert niet als heel verstandig beschouw. En ik de bijdrage van GroenLinks helemaal begrepen heb. Maar voor het overige sluiten wij ons redelijk aan. En zou wat mijn fractie betreft het de nadruk mogen liggen op het herstellen van de communicatie. Want dat is wel wat heel duidelijk noodzakelijk is. De uitgestoken arm ook, en daar hoorde de wethouder graag over, met twee handen pakken die ook van de omwonenden komt, om het vaart te zetten, juist met de ontwikkeling van het dorp aan de gemeenteweg. Ik las dat al in uw stukken, maar kennelijk is dat niet helemaal overgekomen. En dat brengt ons eigenlijk tot de visie, laat ik ook alvast een stemverklaring geven, voorzitter, dat de VVD vaak kritisch is ter zake plannen. Dat kunnen wij ook als oppositiepartij en wij mogen dat ook, voorzitter. Maar dat we eigenlijk hier vonden dat er heel veel goed gegaan was. Alle inspreken of alle zienswijzen zijn heel goed weerlegd. Er is veel van gevonden. Maar bleek toch, en ik ga ze niet allemaal langs, maar dat daar wel rekening mee gehouden is. Het is alleen wat spijtig. En dat onderstreep ik dan echt heel erg spijtig. Dat dat dan kennelijk in een fase gebeurt en niet goed wordt overlegd met de betrokkenen. Communicatie is al een paar keer gevallen. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Zijn er vragen over gesteld. Wij zouden met name graag van de wethouder willen zien wat gaat u doen om de relatie te herstellen, zodat we hier snel aan de slag kunnen. Want de VVD vond het na 2016 al wat lang duren ter zake deze ontwikkeling. En wij zouden graag van de wethouder horen hoe snel en wat de plannen zijn voor de gemeenteweg om in ieder geval de jonge mensen voor Sipkelo te behouden. Dank u wel. Ja, dank u wel. Tot zover uw raad. Het woord is aan de portefeuillehouder, meneer Breukeman. Aan u het woord om de vele vragen toch wel te beantwoorden. Ja, dank u wel, voorzitter. En laat ik met die uitgestrekte hand beginnen. Want daar ben ik het ook helemaal mee eens. U zit weliswaar misschien wat links en rechts op de tribune tegenover elkaar. U viel dat net in de pauze, geloof ik, wel reuze mee. Maar laat één ding voorop staan. En die uitgestoken hand is er ook naar beide zijden. Want het belang van Sipkelo is in mijn ogen veel groter dan alleen dit plan. En dat bleek ook wel toen we een maand of drie, vier geleden gepeild hebben in Sipkelo. Van wat is nou de behoefte? Een bijeenkomst met gemeente en corporatie. Waarin we gepeild hebben van ja, waar is behoefte aan? Waar zouden we nog kunnen bouwen? Ook omdat u dat in het programma Wonen heeft opgenomen. En daaruit bleek ook wel dat er naast het initiatief, het burgerinitiatief van de stichting, ook nog een bredere behoefte is als het gaat om sociale huur, levensloopbestendige woningen. En daar hebben we nu ook de gesprekken over met de corporatie. U heeft dat in het programma Wonen ook opgenomen. En we hebben dus ook in de prestatieafspraken met de corporatie opgenomen dat we dit jaar met elkaar daar concrete plannen voor willen maken. Dus ook na dit besluitvormingsproces hoop ik in ieder geval zowel met de linker als de rechterzijde verder te gaan voor Sipkelo. Omdat er gewoon een hele lange tijd, een heel aantal jaren in Sipkelo überhaupt niet is gebouwd. En nou, dat raakt aan leefbaarheid, aan vitaliteit van de kern. Dus dat, voorzitter, voorop gezegd. Ja, een burgerinitiatief, een initiatief vanuit de samenleving zelf,
daar was men in Sipkulo eigenlijk een van de eerste, of misschien wel de eerste in onze gemeente. En ondertussen hebben we meer voorbeelden gezien, hè, ook in de vorm van een CPO bijvoorbeeld. En, maar in Sipkulo waren men al heel veel jaren geleden op dit idee gekomen. Dat weet u ook, want u heeft in deze raad een uitgebreide discussie gehad op meerdere momenten. Volgens mij vooral in 2015 en ook in 2016, waarbij een voorstel lag om inderdaad aan de gemeenteweg aan de slag te gaan. En u heeft daarbij een opdracht geformuleerd om op deze locatie te kijken naar de mogelijkheden dat ook verder uit te werken. We hebben ook in die zin invulling gegeven aan die opdracht. Wel zeggen erbij dat het ook een burgerinitiatief is. Er zijn een aantal vragen over, die zal ik pogen te beantwoorden, voorzitter. Maar we hebben ook wel iedere keer gezegd, ja, wij moeten proberen zo transparant en helder mogelijk te zijn als het gaat om onze rol als gemeente. En we hopen ook dat de samenleving zelf, zeg maar, tot het plan komt, een gedragen plan. Het liefst een plan zonder zienswijze, maar dat lukt niet altijd, voorzitter. En het is ook prima, hè, om bezwaren kenbaar te maken, ook aan deze raad, vooruitlopend op een besluit dat hier genomen wordt. Daar wil ik verder ook absoluut niets aan afdoen. Het is wel zo dat, en ik denk dat we dat gevoel allemaal wel een beetje hebben, dat in 2016, toen we die discussies hier hebben gehad, maar ook op locatie, ja, dat we daar misschien wat minder gevoel bij hadden. Hè. We wisten wel van een bezwaarmaker waar ook veel aandacht naar uitgegaan is. Maar in de zienswijzen zijn het nog een aantal meer geworden. En volgens mij wordt in het zienswijzenverslag daar ook het nodige op gezegd. En in de voorfase hebben we ook gepoogd om, zeg maar, initiatiefnemers zoveel mogelijk te laten bewegen richting wensen van andere inwoners van Sipkulo. En ik zeg er ook maar heel eerlijk op voorhand bij, dat is niet op alle punten gelukt. Anders had u hier vandaag ook niet gezeten. En op die inhoudelijke punten, daar kom ik zo nog even op terug, voorzitter. Ja, als we het dan hebben over andere locaties, vraag die door meerdere partijen gesteld is, heb ik dat al even aangestipt. Hè? Dus we zijn in gesprek, de behoefte is gepeild. Programma wonen en de prestatieafspraken moeten daar een wat meer dwingend karakter in krijgen, om ervoor te zorgen dat Sipkulo gewoon een leefbaar en vitale kern in onze gemeente blijft. En onlangs waren we nog met de gedeputeerden in Sipkulo, hebben we ook stilgestaan bij wat betekent het nou, hè, voor een kern met de omvang van Sipkulo, wat zijn nou belangrijke voorwaarden, voorzieningen. En ik denk dat ook de provincie heel sterk aan het inzetten is over, ja, hoe zorgen we ervoor dat we dat leefbaar en vitaal houden. En daar horen wel woningen bij. En ik denk dat met het voorstel wat er nu ligt, dat daar een mooie stap gemaakt wordt. En dat sluit niet uit dat dit alles is, of dat dit in alle behoeften voorziet. Maar die willen we dus nog elders invullen, daar waar we ook een positie hebben aan de gemeenteweg. Dan de bomenkap. En voorzitter, ik begrijp de gevoelens die daarbij kunnen ontstaan. En dan kan ik heel gemakkelijk zeggen, het is een provinciale kapvergunning. Het raakt de NB-wet die ook bij de provincie ligt, dus u moet niet bij de gemeente zijn. Maar dat vind ik zelf wat te gemakkelijk. Dus ik wel even weer wil geven, is dat ook het verhaal onder die bomenkap wel een nuance kent. Want aan de ene kant zou je zeggen, en dat geldt ook voor de gemeentelijke bomen, wacht de besluitvorming rondom het bestemmingsplan af, dan heb je definitief zekerheid en kun je ook doorstap maken. De keerzijde is dat de vergunning van de provincie ook een aantal voorwaarden in zich heeft die zich nopen om ook buiten bepaalde seizoenen te kappen. En ik denk dat dat ook het dilemma is waar de stichting in gezeten heeft. Ook wetende wat de vertraging al is geweest in het proces, dan zou de besluitvorming afwachten een nog verdere vertraging in zich hebben. We hebben partijen er wel op gewezen om tijdig te communiceren. En als ik dan de insprekers hoor over op welke data dat is gebeurd,
dan vind ik wel dat je af moet vragen of dat echt een tijdige informatievoorziening is. En hoewel ik bij burgerinitiatieven eigenlijk wel vind dat ook initiatiefnemers daarvoor verantwoordelijk zijn, neem ik die zelf ook even ter harte van misschien hadden we daar strakker op moeten sturen. Niet als initiatiefnemer, maar wel als bevoegd overheid voor het bestemmingsplan. Voorzitter. Mevrouw Kloekhorst. Even hierop inhakend, want dit is iets wat wel eens vaker terugkomt. Hè? Stukken die eigenlijk ter besluitvorming liggen als er al stappen in het proces noodzakelijk zijn. In dit geval voor de initiatiefnemers. Maar is daar aan de voorkant, want daar hebben we het hier ook wel eens over gehad, met maatschappelijke fondsen onder andere, een stukje begeleiding van initiatiefnemers van in die planning. Want er zijn een aantal zaken die dan stagneren. Het lijkt wel dat daar soms een manco zit. En hoor ik u zeggen van als gemeente moeten we daar misschien de handschoen in op pakken. Is dat wat u bedoelt? Nou, ik vind het wel een hele interessante gedachte, voorzitter. Waarbij het wel zo is. Ik heb zelf ook eens gekeken van zouden wij meer kunnen doen om bijvoorbeeld CPO's aan te jagen. En kunnen we daar iets doen in voorfinanciering of zo. Maar dan is de keerzijde wel meteen dat zeg maar, reguliere ontwikkelaars daar ook iets van vinden. Dus ik vind het wel een interessant punt, maar daar zouden we eens langer over door moeten gaan dan SEC bij dit woningbouwplan. Hoor ik u daarin een toezegging doen? Dat u dat wilt gaan doen? Nou, ik wil niet per se de suggestie doen dat als toezegging genoteerd wordt, voorzitter. Ik kijk even naar mevrouw Kloekhorst of dat akkoord is. Als we erop terug gaan komen, wil ik hem wel breder aanvliegen dan dit dossier. Dus ik denk, die toezegging heb ik gehoord, dus laten we er nog eens verder over hebben, breder. Waarvan acte zeggen we dan maar? Ja, ik denk niet dat mevrouw Kloekhorst een toezegging nodig heeft om dit gesprek nog eens aan te jagen. Maar als het voor de verslaglegging beter is, dan zal het wel zo gebeuren. Gaat het verder, heer Bergman. Dank. Er is nog een vraag gesteld over de ontsluiting. In de zienswijze wordt daar ook een andere variant genoemd. Maar volgens mij hebben we ook geprobeerd uit te leggen dat als je dat zou doen, hè, als je aan de andere kant gaat ontsluiten, dat je dan wel een gebied creëert wat niet aansluit op het dorp Sipkelo en daar in feite heel weinig binding meer mee heeft. En door nu de ontsluiting aan de Kerkstraat te doen, zorg je wel dat het gebied Sipkelo, de kern Sipkelo, zeg maar, ook een verbonden geheel blijft. Het zou volgens mij anders een best gek scenario zijn. De vraag is nog gesteld, ja, komen er ook loze leidingen in het gebied? Nou, nee, dat is niet het geval. Ik denk ook niet dat Kogas bereid is om die investering te doen zonder dat daar een ander businessmodel onder zit. En dan kan ik wel zeggen van in de toekomst blijft er de fysieke ruimte wel om eventueel een aansluiting te maken. Alleen als de huizen zeg maar, nu met nul op de meter gebouwd worden, ja, dan is die behoefte er ook niet meer. En in het kader van de stikstofdiscussie, waar trouwens ook best een stevige vertraging doorgekomen is, is er de verplichting gekomen om gasloos te bouwen, omdat anders niet aan de voorwaarden van het stikstofverhaal middels de berekening kon worden voldaan. De Partij van de Arbeid vroeg ook nog naar de toegankelijkheid van het gebied. En daarbij is het zo dat hij nu het bestemmingsplan gaat vaststellen. Daarmee geeft hij zeg maar de locatie aan waar de ontsluitingsweg komt. En we hebben afgesproken met elkaar dat het daadwerkelijke uitvoeringsplan door de gemeente getoetst moet worden. Dus initiatiefnemers zullen bij ons komen met hoe zij zeg maar, de ontsluiting denken te gaan regelen binnen die bestemming. En wij zullen die dan ook voorleggen aan partijen die daar het meeste verstand van hebben. Zodat dat ook geborgd wordt en we nog lang de titel toegankelijke gemeente kunnen dragen. Zeg maar, want daar is vast de argumentatie in gevonden. Gemixt woningaanbod heb ik denk ik gehad. Ik hoorde bij de heer Gelling, ja, volgens mij niet zozeer een vraag aan het college, maar was een opmerking richting de inspreker van, is er nu ook geborgd zeg maar, dat er ook een bijdrage komt vanuit het woningbouwplan aan de cultuurplannen van de kloostertuin? En dat vindt u in het bestemmingsplan logischerwijs niet terug, maar dat zit wel in de exploitatieovereenkomst die we met de initiatiefnemers hebben. U kunt dat vinden onder 11.1. Alhoewel de exploitatieovereenkomst zit niet bij de raadstukken, denk ik, maar is in de zomer gepubliceerd. Maar als u het op prijs stelt, kunt u de tekst nog van ons krijgen. Voorzitter, ik kom tot slot even bij de fractie van GroenLinks. Want
Heel hoop vragen, maar uw standpunt staat al redelijk vast. U begint immers met de stemverklaring dat u tegen bent. Nou, dat kan. Hè. U bent het democratisch bestel hier en u neemt daarover een besluit. Zou u wel de tegenvraag willen toewerpen of u vindt dat dat nou een hele consistente lijn is, zeg maar. Hè. Als we ook even terugkijken naar de keuzes die in het verleden daartoe zijn gemaakt. Maar het is aan u of u die vraag wilt beantwoorden. Ja, ik wil er wel even op reageren hoor. Ja goed, wij gaan gewoon af op wat wij horen. En misschien had het woord vooralsnog er nog voor gemogen. Maar wij zijn daar ook... we willen gewoon zien of er ook in de behoefte wordt voldaan. En met name dat bouwplan vond ik wel echt een belangrijk detail hierbij. En waarschijnlijk refereerde de voorzitter daaraan dat misschien een technische vraag zou zijn. Maar ja, dat vinden wij toch wel essentieel om mee te nemen in onze beoordeling. Maar vooralsnog zien wij dit niet zitten. Nee. Ja, voorzitter, volgens mij is het niet heel gebruikelijk dat we bij het vaststellen van de bestemmingsplannen altijd de bouwplannen toevoegen. Maar als ik door het toezenden van het bouwplan de heer Jager toch nog over de streep weet te trekken, dan zijn wij van harte bereid om u in de komende 14 dagen alle ins en outs van het bouwplan te doen toekomen. Merk daar nog wel bij op. U maakt uw eigen afweging en die wordt ook volledig door het college gerespecteerd. Alleen... Het zou wel wat ingewikkeld werken als u als partij een opdracht geeft aan het college om een plan uit te werken. En vervolgens bij de uitwerking van de plan eigenlijk de bijl te zetten aan de wortels van die plannen. Want dat er iets zou moeten gebeuren in het gebied, dat had u ook in 2016 met elkaar kunnen weten. Ja, nou ja, daar wil ik ook nog wel even kort op reageren. Ja. Mijn punt is dat wat er nu voor ligt niet de opdracht is zoals die in 2016 is uitgezet. Er komen namelijk 14 kavels in plaats van 9 kavels. En die behoefte die is eraan gelinkt. Dus ja, daar willen wij gewoon zekerheid over hebben. Dus vandaar dat wij daar toch wat anders in staan dan ter tijde van 2016. Afgezien van dat hier ook een andere bezetting was binnen onze partij. Ja, voorzitter. Goed, maar, als ik daar even op mag reageren, dan aan u het woord. Ik denk dat u vanuit... de portefeuillehouder een toezegging heeft gekregen, maar dat u wel ook even zich goed moet realiseren met de vraag die erbij gesteld is, wat gaat u er uiteindelijk mee doen? Dus ik laat het even aan u of u de toezegging ook wilt verzilveren. Ik vind het voor de wethouder te prijzen dat hij zelfs u probeert over te halen om mee te gaan in het plan dat nu voor ligt. Dus ik laat het wel even voor buiten deze vergadering om daar even een nader besluit over te nemen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van de toezegging die gedaan is door de wethouder. Ik weet niet of u daar nog iets op heeft toe te voegen, meneer Breugelman. Nee, misschien een kleine nuance dat het de opdracht van 2016 bestond uit twee fasen. De eerste fase 9 woningen en de tweede fase 5 woningen. En dat totaal daarvan 14 is. Maar in de marge. Dank u wel voor de toelichting. Prima, dan zijn we volgens mij rond. Ik kijk er nog even rond. Blijft misschien nog even staan of we een tweede termijn kunnen voorkomen. Voorzitter, mag ik een verduidelijke vraag stellen? Even mevrouw Mensing. Ja, heel kort. Een verduidelijkende vraag. Portefeuille, u geeft aan dat met name als ik kijk zeg maar, naar de woningen voor starters, hè, dat er prestatieafspraken worden gemaakt met onder andere de wooncorporatie. Wij vragen ons wel af, of ik vraag me op dit moment af, als we het dan toch hebben over een stukje planmatigheid, en het is 13 jaar geleden hè, dat er voor het laatst gebouwd is, kunt u iets zeggen over de duur van die afspraak? Want u geeft ook aan van dwingend karakter, dus ik neem aan dat er wat snelheid in komt. Stel, ik ben jonger en ik stel u die vraag van wanneer kan ik nu weer een nieuwe bouwplannen tegemoet zien. Wat zegt u dan, concreet? Ja, goede vraag, denk ik. En zonder al te technisch te worden, u heeft in het woningbouwprogramma een aantal kernen benoemd die nader uitgewerkt moeten worden. We hebben in de prestatieafspraak met de corporatie afgesproken dat de uitwerking voor die kernen, waar Sipkelo er één van is, in 2020 een concrete uitwerking moet hebben. Dus wat mij betreft staan we voor het eind van het jaar hier met een concreet plan voor de invulling van die woningen. En het voordeel is, we hebben als gemeente nog positie in dat gebied. En dat maakt het een stuk makkelijker om te kunnen schakelen. En zonder meteen harde verwachtingen te wekken, zeg maar. U weet dat we bijvoorbeeld in de wijk Marslanden met de corporatie 32 sociale huurwoningen bouwen. Die opdracht is destijds in september gegeven met de voorwaarden om voor de kerst te starten. Nou, als we zoiets zeg maar ook in Sipkelo kunnen doen, zonder de harde voorwaarden, dat zeg ik er helder bij, want dan
kan best zijn dat er nog wat complicerende factoren zijn. Maar laten we één ding helder hebben. U ziet de noodzaak. Dat hebben een aantal insprekers en mensen die zienswijze hebben ingediend ook. En die noodzaak voel ik ook. En ik zou het heel prettig vinden om met Cipculo samen daarmee aan de slag te gaan. Goed, heldere toevoeging. Ik heb in het verlengde daarvan nog een kleine aanvullende vraag. U geeft aan dat de communicatie met omwonenden in het verleden niet optimaal is geweest en dat er nog eens naar gekeken moet worden. Kunt u wellicht iets scherper schetsen hoe u deze wrijving denkt weg te nemen? Nou, voorzitter, er is gezegd dat communicatie met beide partijen een moeilijke fase heeft gehad. Ik zeg u dat het een burgerinitiatief is en dat wij zoveel mogelijk gepoogd hebben om ook initiatiefnemers zelf aan de slag te laten gaan. Dat het aantal bezwaren in 2016 zeg maar nog redelijk beperkt was. Dat weet u ook, want u was bij dat proces betrokken. Ik heb u gezegd dat ik heel graag ook na dit besluit met een ieder in gesprek wil om te zorgen dat we ook dat andere segment voor elkaar boksen in Cipculo. En als er een periode is geweest, en volgens mij zei de inspreker dat ook met de initiatiefnemers wel eens een moeilijke fase is geweest. Nou, dat klopt ook wel. In die zin dat er ook wel eens vragen zijn geweest waar wij als gemeente niet aan hebben kunnen voldoen. Bijvoorbeeld in de financieringsopzet. Maar dat weet de initiatiefnemer ook. Goed, voldoende beantwoording zo? Of is er nog, zijn er nog aanvullende vragen? Ja, is het verduidelijkend op? Want ik zit even te zoeken, want volgens mij is het meeste nu ook wel uitgewisseld. En beginnen ook een klein beetje dingen te herhalen. Dus ik wil eigenlijk even rondkijken of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Dat het zo mag zijn. Ik zie niemand meer, het mag dus zo zijn. Er is nog één vraag of dit als een hamerstuk naar de raadsvergadering kan. Hamerstuk. Ik zie niemand, geen hamerstuk. We willen toch graag een bespreekstuk van maken. U wilt een bespreekstuk van maken? Zijn er meer partijen die er een bespreekstuk van willen maken? Ja, dat zie ik bij mevrouw Mensink ook. Dan zal het een bespreekstuk worden. En komt het terug op de raadsvergadering. Dan zijn we daarmee aangekomen bij agenda punt 5, de rondvraag. Is er nog iemand die ik daarvoor het woord mag geven? Dat is ook niet het geval. Agenda punt 6, de sluiting. Ik dank u wel voor uw aanwezigheid en uw bijdrage. En tot een volgende keer. Dank u wel. Fijne avond nog even.